Het aanbieden van excuses voor het slavernijverleden moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. De mensen moeten eerst op de hoogte zijn van de tekst van de excuses. Dit haalde Beryl Biekman, voorzitter van het landelijke platform Slavernijverleden Nederland, vanmorgen aan tijdens de interactieve workshop Srividentie in perspectief van self-reparation van binnenuit. Tijdens de workshop was de focus ook op het internationaal VN-decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst, welke in 2024 ten einde loopt. Biekman meent dat de doelgroep weet moet hebben van de tekst, omdat excuses een wederkerig verhaal is. Het is niet een spijt of ik bied mijn excuses aan en voor de rest niks. Het is ik bied mijn excuses aan en de andere partij moet het aanvaarden. Maar je kan dat al bijvoorbeeld in het voorproces kan je dat aanvaarden wanneer je op de hoogte bent gesteld van de tekst van de excuses. En waar gaan die excuses in? Is het een wettelijke maatregel? Is daaraan een plan gekoppeld? Waar hebben we het over als we het hebben over materiële en immateriële compensatie? Hoe zit het met de mensen zelf, want ik bedoel, je kan geld krijgen, wat je wil, maar als we geen eenheid, als daaruit niet een soort Ubuntu-connected benadering is, hè, dat we elkaar gaan respecteren, dat we weer de sense of belonging in gaan brengen, de sense of belonging, niet meer bang zijn om zwart te zijn. Biekman haalde verder aan dat er een stukje bewustwording op gang moet komen bij het categoriseren van de Afro-Surinaamse bevolking. Ze zeggen dat er allerlei namen bestaan, zoals Creool, Moslem-Creool of Maron. Echter kent de Verenigde Naties deze benamingen niet. De Verenigde Naties kent geen Creool. Kent geen Boslands Creool. Een Chinees die in het bos woont, heet nog steeds Chinees en geen Bosland-Chinees. Begrijp je wat ik bedoel? Dus Maron is mooi als je dat als een geuzennaam wil aanvaarden. Het is mooi. Maar Maron heeft verschillende betekenissen. En als je het weet, dan weet je dat het, wat ze zeggen, weggelopen slaven. Maar ik zeg eigenlijk, de Afrikanen die strategische linies hebben gezocht, uitgekozen, om van daaruit te fighten. Deze interactieve workshop is georganiseerd door de beweging Zwarte Beschaving in het kader van de Dag van het Zwarte Bewustzijn. De activiteit is gehouden in de bankethal van Hotel Torarica. Vrouwen in leiderschap moeten elkaar zoveel mogelijk versterken in het werk. Dat is het advies van Merville Kotzebue, directeur van DP World, na haar presentatie tijdens de paneldiscussie Vrouwen in Leiderschap afgelopen woensdag. De discussie was onderdeel van verschillende thema's in verband met de komst van een vrouwelijke handelsmissie naar Suriname. Kotzebue zegt dat vrouwen maar al te bekend zijn met het bewaren van de balans tussen thuis en werk en toch te presteren in deze uitdagende tijd. Verder leiderschap een rolmodel zijn. Ik denk dat dat ook een van de speerpunten is voor deze dag. Dus uit deze Women's Conference neem ik mee. 1. Dat we als vrouw er voor elkaar moeten zijn. 2. Dat we de thuisfront de balans bewaren met het werk thuis. Held is heel een belangrijke speerpunt daarin. En 3. Ik denk dat women in leadership ook een change kan betekenen in deze uitdagende tijd, ook in Suriname. DP World Paramaribo is gevestigd op de Jules Setney haven en is leverancier van terminal en logistieke diensten in Suriname. Kotzebue gaat in op de vraag of het een extra uitdaging is om leiding te geven aan een bedrijf dat overwegend mannelijke werknemers heeft. Het klinkt misschien heel vreemd dat ik het ga zeggen, maar ik ben heel erg omarmd door het team van mannen. Ze behandelen me met respect. Niet omdat ik de bitch ben, maar gewoon omdat ik denk
het is de inclusiviteit die zij hebben meegekregen vanuit het bedrijfsleven. Dus DP World heeft een D&I policy, dat is één. En ik denk dat de mannen van deze tijd ook ready zijn, tenminste in het bedrijf waar ik was of ben, dat ze zijn ready om een vrouw als leider te ontvangen. Ik denk dat het belangrijk is dat we elkaar zien als partners, als medewerkers, mede, en dat bedoel ik letterlijk ook al ben je de general manager, dien je je handen uit de mouwen te steken en you have to show them, I'm with you, weet je, we doen het samen. En op het moment dat je dat doet met je medewerkers, denk ik dat ze ook makkelijker met je meegaan. Dus nogmaals in een nutshell, be the leader, you need to be a role model en wees een medewerker tezamen met jouw mannelijke collega's. De 10 vrouwen die hebben deelgenomen aan de vrouwelijke handelsmissie keren vandaag terug naar Nederland.